Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society, because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Dames en heren, hartelijk welkom nogmaals. De boekpresentatie, een belangrijk boek, en waarvan ook de eerste vraag is, hoe gaat dat ook vorm krijgen bij de verkiezingen? Voordat ik daar verder iets over vertel, mag ik eerst vragen in de zaal, wie is er op een of andere manier gelieerd aan de Partij van de Arbeid? Aha, zo zou het zijn. En even voor zekerheid, wie zegt, ik heb er nog nooit wat mee te maken gehad met de partij, dat wil ik graag zo houden. Ja, oké. Dames en heren, 1 oktober is een bijzondere dag. Het is natuurlijk de start van Halloween, maar het is ook de dag dat de heer Luther ooit ver terug wat aanbevelingen op een deur van een kerk wist spijkeren. En de hervormingen die daaruit voortkwamen zijn ons alle bekend. Kortom, een historische dag en we gaan kijken of dit ook een historische dag is als het gaat om dit boek van Paul Tang. Dames en heren, ik zeg u ook erbij dat het boek te koop is. En als ik me niet vergis, is Paul Tang ook in staat gestreven om allerlei persoonlijke notities erin te schrijven. De warme kerstdagen en Sinterklaas staat voor de deur, €19,95. Een koopje, kwartje weer te gaan. Dat allemaal gezegd hebben. Een kleine tom-tom van de avond. Wat we gaan doen is direct natuurlijk eerst Paul Tang naar voren halen. Dan gaat u zich semi-spontaan daar een overartsioneel applaus bij laten horen. Hij gaat natuurlijk iets kort over zijn boek vertellen. Hij doet het zelfs zo kort dat we direct daarna overgaan naar de overhandiging van het eerste exemplaar aan niemand minder dan de partijleider Lodewijk Asscher op de eerste rij. Daarna hebben we het eer en genoegen om in een panel die het boek gelezen heeft en ongetwijfeld van kritische nood zal voorzien, en namelijk niemand minder dan Sarah de Lang, hoogleraar politicologie hier aan de UvA in Amsterdam, en Martin Sommer, journalist en vooral natuurlijk bekend als columnist in de Volkskrant. Ze zullen beide hun kritische licht laten schijnen over dit boek, over de toekomst van Europa, bezien vanuit de ogen van Paul Tang. Dames en heren, schrijver, auteur, leider van de delegatie Partij van de Arbeid in het Europees Parlement, Paul Tang. Ik wil eerst even, en daarna ga ik u natuurlijk naar dit spreekgestoel te brengen. Ik wil eerst even weten wat de status van dit boek is. Want ik kan me voorstellen dat u toen u het aan het schrijven was. Volgens mij doet hij het nog steeds niet trouwens, of wel? We doen het gewoon zo. Ik kan me voorstellen dat toen u het aan het schrijven was, dat u dacht, dit is de onderlegger van mijn campagne. Nou, eigenlijk ben ik eerder begonnen met het boek en was ik te veel aan het denken tijdens het schrijven. Dus het duurde gewoon even voordat het boek af was. En was het een beetje toevallig dat het nu af is. En ik ben eigenlijk een deadline werker. Dus ik ben blij dat de uitgever en Simon in het bijzonder mij altijd deadlines wisten stellen, zodat het boek uiteindelijk ook is afgekomen. Maar laten we wel eens vaststellen, u dacht waarschijnlijk toch ook, ik schrijf het ook in de aanloop naar die campagne, waar ik als kandidaat lijsttrekker dit boek kan laten zien. Dit is waar ik het voor ogen heb en zo wil ik het. Nou ja, het is in ieder geval wat ik voor ogen heb. Dat is duidelijk, ja. En toen ineens werd u opgeschrikt door een andere kandidaat, namelijk Frans Timmermans. Ja. En dat brengt ons tot de vraag, wat is de status van dit boek? De status van dit boek? Nou, laat ik wel eens vragen. Is het een particuliere opvatting?
is het de onderlegger van de campagne voor de Partij van de Arbeid? Is dit het verhaal waar Frans Timmermans mee aan de slag gaat? Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat dit deel is van de campagne van de Partij van de Arbeid. Daar ben ik van overtuigd. Nee, daar ben ik van overtuigd. Tuurlijk, maar dat gaat niet alleen aan de hand van dit boek. Hè. Er wordt ook een verkiezingsprogramma geschreven. Daarin komen veel van de ideeën terug. En het is ook een voortgaande discussie in de Partij van de Arbeid. Ik weet zeker dat Lodewijk Asscher een deel van deze agenda, of misschien wel geheel deze agenda, zal omarmen. En daarbij is het ook een zoektocht voor de Partij van de Arbeid om zich ons weer te vernieuwen. Om die strijd die we moeten voeren, om die opnieuw aan te gaan en die ook te winnen. Nou zegt u in een interview, als vandaag in Trouw staat, over dus deze kwestie, zegt u dat u even nog overwogen heeft om de campagnestrijd met de heer Timmermans aan te gaan. Ja. Ja. En wat deed u besluiten om dat niet te doen? Kort gezegd, omdat ik denk dat een lijsttrekkersverkiezing energie moet brengen. En ik mij twijfels had of ik die energie zou brengen. Dat het meer zou worden opgevat als gedoe. En uiteindelijk ben ik een voetballer. Je bent deel van het team. En met dat team ga je die wedstrijd winnen. Dus dat is voor mij mijn doen besluiten om dat toch anders te doen. In datzelfde interview geeft u aan dat u een goede verstandhouding heeft met de heer Timmermans. Ja. Brengt die goede verstandhouding ook met zich mee dat hij u heeft aangegeven wat dit voor hem betekent in de aanloop naar die verkiezing? Frans Timmermans kent dit verhaal. Daar hebben we ook over gesproken. En hij ziet ook het belang in van dit verhaal. Er zijn meerdere gevechten te voeren in Europa, voor alle duidelijkheid. Maar dit is een van de gevechten die we moeten voeren. Ik moest toch ook een beetje denken aan 4 jaar geleden. Martijn. Nou doet hij het wel. Hij doet het nog steeds niet volgens mij, of wel? Ja. Hij doet het wel. Sorry daarvoor, dames en heren. Ja, heel goed. Dat brengt mij toch terug naar 4 jaar geleden. En toen was ook het welbekende motto van de Partij van de Arbeid, door u ook gebezigd, werk, werk, werk. Ja. 4 jaar later gaat het indirect ook over werk, maar wilt u het grootkapitaal vastpakken, de uitwassen, beteugelen? Wat is er mis met het thema werk, werk, werk? Ik denk dat het een andere tijd is toen dit zaaltje overigens was waar bekend werd gemaakt dat ik de lijsttrekkersverkiezing had gewonnen. En dat was inderdaad met werken aan Europa. En dat was ook een tijd waarin de werkeloosheid heel hoog was. We nog volop in de crisis zaten. Dat de hoogste prioriteit had. Dat we zelfs begonnen ook het werk in het Europees parlement. Nou, maar we kunnen ook vaststellen dat het heel goed gaat met de werkeloosheid. De vraag is even, wat heeft Europa daaraan bijgedragen? Ik laat mij niet afleiden hoor. Nee, wat heeft Europa daaraan bijgedragen? Ik denk niet genoeg. En toch ook wel weer merk je dat bijvoorbeeld dat er in Brussel veel meer aandacht is tegenwoordig voor investeringen. Terwijl toen we begonnen ging het veel meer over bezuinigen en hervormen. Nu wordt er veel meer nadruk gelegd bijvoorbeeld op investeren. Dat is wel een van de veranderingen die is meegemaakt. Die uiteindelijk niet voldoende zijn geweest. Maar per saldo is de economie weer omhoog gekrabbeld. En is ook de werkloosheid in ieder geval in Nederland beduidend omlaag gegaan. Ja. En dat verandert een discussie. Zeker, dat is waar. Maar tegelijkertijd, de trend die gaande is, is inderdaad een grotere ongelijkheid. Dus ik noem het maar de 99% en die 1%. Ja, maar dat is fascinerend. Volgens mij was het vandaag of gisteren dat uit onderzoek blijkt dat tijdens Rutte 2, Partij van de Arbeid, VVD, er enorm geniveleerd is. Dus eigenlijk heeft dat kabinet in die crisistijd heeft enorm aan nivellering gedaan. Ik geloof dat het een goede boodschap voor de Partij van de Arbeid is, minder voor de VVD, als ik de Telegraafkop van vandaag zag. Met andere woorden, het fascinerende is dus, zonder de hulp van Europa hebben we dus zelf die werkeloosheid naar beneden gebracht en enorme economische cijfers laten zien. En er is geniveleerd. Ja. Een feestje lijkt me. Ja, nee. Prima. Kijk, Nederland is nog een gelukkig een heel egalitair land. Dat is waar. We zijn daarmee ook een voorbeeld nog, denk ik, in Europa. Nederland is een van die landen die een unieke combinatie heeft van een hele hoge productiviteit, hoge participatie, relatief lage werkeloosheid en ook nog inkomensgelijkheid. En daar heeft ook het kabinet met de Partij van de Arbeid ook aan bijgedragen. Hè, door te zorgen dat die inkomensongelijkheid binnen de beperken is gebleven. Tegelijkertijd wat er speelt is dat het maar niet alleen gaat over inkomen, ook over vermogen en winsten. Die we vaak niet zien. Als je nu kijkt, hè, de grootste bedrijven in de wereld en met daarachter ook de rijkste mensen in de wereld, zijn op dit moment de techgigant. De 5 grootste bedrijven.
En die zijn de laatste jaren zijn daarbij gekomen. Het was altijd al Microsoft, maar er is bijgekomen Apple, Alphabet of Google, Facebook en Amazon. En daarachter zitten de rijkste mensen in de wereld. Jeff Bezos is het moment de rijkste man, Mark Zuckerberg. We zien dus ook de garitas van de rijken. Op dit moment, Bill Gates bijvoorbeeld. Ja. En, dus daar, en dat doet mij weer te sterk denken, dat is weer terug naar af. Waarbij de tijd van Caritas, de zorg voor armen, door de kerk werd gedaan in de jaren 30. Dat is terug naar af. En dat die ongelijkheid die is wel degelijk toegenomen. En dat heeft ook weer invloed op uiteindelijk op de politiek. Trump was op zijn 8e al miljonair. Dat is geen toeval. Paris Hilton, haar hele leven nooit gewerkt, ze hoeft alleen maar te zijn. En dat kan ook. Dat is een deel van de samenleving waar het geld geconcentreerd is en dus ook uiteindelijk ook de macht. Ik moet ook een beetje denken aan Italië, die nu een ongelooflijke gratis bierbegroting gemaakt hebben. Daar was u op zich in die zin voor dat u vond dat het een goed idee was dat de uitkeringen omhoog gingen. Maar er was één probleempje. Hoe gaan we betalen? Ja. En we kunnen ook ons voorstellen, als we hiermee doorgaan, de Italianen, dat het direct niet de Europese Commissie is die ze staande gaat brengen, maar de markt. De markt gaat op een gegeven moment gewoon zeggen, oh ja, ga je daarmee door? Dan gaan we de ratings omlaag brengen. Dan gaan schieten de rentes in de lucht. Met andere woorden, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het kapitalisme daar buitengewoon goed corrigeert eigenlijk. Ja, maar als het corrigeert is het vaak weer op een harde manier. En op zo'n manier dat we het niet kunnen toelaten. Italianen kiezen het ervoor om harder in te vliegen. Dus er zijn andere mogelijkheden die ze helaas de populistische regering niet benut. Het is het typische Zwarte Pieterspel, daar begint het boek ook mee. Het begint met een oud-Hollands Zwarte Pieterspel, waarbij iedereen elkaar de verantwoordelijkheid toeschuift. En dit is bij uitstek een voorbeeld. Hè. Dus de Italiaanse regering wijst naar Brussel. Brussel wijst eigenlijk weer naar de regeringsleiders enzovoort. En die wijzen weer terug. En dit is het Zwarte Pieterspel in Europa, wat laat zien dat de verantwoordelijkheid eigenlijk heel onduidelijk zijn. Iedereen kan die verantwoordelijkheid van zich afduwen. Dus dat is heel typerend. Ik vind het ook typerend voor de populistische regering inderdaad om wel een gevecht aan te gaan, maar in zekere zin die niet te willen winnen. Want inderdaad, als er geen corrigerende begroting vanuit Brussel komt, dan komt die correctie via de markten. Dus ik ben wel bezorgd hoe dit gaat aflopen. Even dat vaststellen. Vindt u dat nou een goed gegeven? Dat dus ergens de wal, het schip keert, in dit geval de markt? Nou ja, ik weet dat dit niet geloofwaardig zal zijn. Want als Italië wordt afgesloten, Dan is lijden in last en kunnen we het land ook niet aan zijn noodlot overlaten. Dat betekent dus dat het niet goed geregeld is. Maar het werkt toch eigenlijk heel goed voor ons. Het is een beetje alsof wij plotseling zeggen, je kan die bank laten omvallen, maar betekent dat wij niet naar de pinautomaat kunnen gaan of betalingen kunnen doen. Dat is dermate ingrijpend, dat laten we niet toe. Maar nou kan ik me voorstellen, en zeker als het om systeembanken gaat, die natuurlijk een bijzondere positie hebben, too big, too veel, dat je daar zegt, daar willen we als Europa willen we wat mee en daar vinden we wat van. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vanavond. Maar ja, een Bill Gates met zijn Microsoft die helemaal geen hoofdkantoor hier in Europa heeft. Ik geloof niet dat hij nou klamme handjes krijgt van Paul Tang die met deze oproep komt. maar je moet... Kijk, dit is een beetje het cynisme. Je moet proberen juist een tegenmacht te vormen. Ik ben ook samen met anderen een datavakbond begonnen. En wat de eerste reactie krijg je, maar dat kan toch niet. Die bedrijven zijn te groot. En dat is wel typerend ook voor onze tijd soms. Waarbij we zeggen, mensen denken, het kan niet. Het is te groot. Voor mij moet je juist durven te beginnen. En stap voor stap dat gaan opbouwen. En wel degelijk dat je dan tegenmacht kan vormen. Alleen het kost wel tijd om dat te doen. En overigens, als politicus ben ik dus ook nooit begonnen met het idee van het kan niet. Ik begin juist en dan met het idee dat na mij weer mensen komen die hetzelfde onderwerp zullen oppakken en dat het weer verder zullen brengen. En na hen komen weer mensen die het verder brengen. Met die mentaliteit moet je ook je leven, maar ook politiek bedrijven. Ik wil nog één schot voor de boeg doen, want we gaan het allemaal zo direct enorm met het panel natuurlijk verder uitkristalliseren. Opvallend is ook dat u zegt, Rutte 2 met de Partij van de Arbeid, daar kijkt u niet met blijdschap op terug, had het volgens u eigenlijk nooit mogen plaatsvinden vanuit de Partij van de Arbeid bezien. U heeft het ook over Merkel, die dus daar met de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten die daar samenwerken. Dat vindt u ook geen goed idee, maar dat betekent eigenlijk dat u eigenlijk zegt, Partij van de Arbeid moet dus eigenlijk nooit meer een soort middencoalitie aangaan. Die moet dus eigenlijk of niet meedoen, of helemaal over links gaan. Ik ben zeer voor een politiek die kiest over links of over rechts. Dus in die zin, ja. Nee, maar dat begrijp ik. Dus dat u dat wil, dat begrijp ik. Maar de vraag is even, als dat wat u wil toch niet lukt,
en eventueel alleen er een mogelijke coalitie met niet gewenste partijen, maar toch de enige mogelijkheid is, zegt u dan, moeten we nooit meer doen, ook al is dat, het vraagt dat landsbelang dat of de situatie dat, omdat u zegt, niet meer met christendemocraten en niet meer met liberalen samen? Ik denk dat je moet een duidelijke kabinet moet hebben met links of rechtse signatuur. Dat noodzakelijk is voor een levendige democratie. Er moet wat te kiezen zijn. En dat is de enige manier, denk ik, waarop traditionele partijen weer terug kunnen komen. Voor te veel mensen is die wel, nog wel stemmen, nog wel betrokken zijn bij de democratie, zijn de traditionele partijen een pot nat geworden. En dat moet doorbroken worden. Dus je moet wat te kiezen bieden. En dat betekent niet dat je elke coalitie kan accepteren. Soms misschien moet je ook maar teruggaan naar de kiezer en zeggen van, ja, kiest u dan ook maar. In plaats van dat politici zich die keuze laten opleggen. Ik bedoel, het idee dat de kiezer altijd gelijk heeft. Nee, ook de kiezer zal moeten kiezen. En dat die situatie gebeurde in Spanje. Een minderheidsregering had mij volstrekt logisch geleken als daar was gezegd, we gaan nog een keer naar de stembus, want er is geen keuze gemaakt door de kiezer. En om te komen tot een werkbare coalitie die een duidelijke signatuur heeft. Maar dat het uw voorkeur heeft, dat zal niemand verbazen. Maar de vraag is even, als de situatie, dus eigenlijk is Rutte 2 in die zin wel een mooi voorbeeld. Als je kijkt naar die uitslag, waren er gewoon heel weinig andere smaken die enigszins recht zouden kunnen doen aan de uitslag. Als ik uw lijn volg, zegt u, ondanks dat dat zo is, hadden we dat gewoon niet moeten doen. Nee, want ik denk dat die situatie op dat moment 2012... kan ik goed begrijpen dat er gezegd werd, dit is een noodzakelijk kabinet, we gaan het doen. En tegelijkertijd, je moet wel beseffen dat je daarmee weer op termijn betaalt. In de zin dat wat je ziet, wat mijn les was van Paars 2... Ik was enthousiast over Paars 1. Het was voor het eerst dat we het CDA buiten de regering konden houden. Was wel een mooi idee, vond ik. Maar de les van Paars 2 was dat daarmee ook Pim Fortuyn uit de puinhopen van Paars overeind komt. En die les moeten we nog steeds. Want als je nu kijkt naar de SPD en de CDU in Duitsland, dan zie je ook dat daar de flanken weer aan het opkomen zijn. Dat is de prijs die je betaalt. En dat moet je als politicus goed voor ogen houden. Nogmaals, mij gaat het erom dat die traditionele politiek zich weer levendig wordt, zodat mensen zich daartoe kunnen wenden. Dat er wat te kiezen is. Dat is de opzet. En dat gaat dus niet alleen met politieke keuzes. Het boek gaat er ook over dat om dat te bereiken, de politiek ook wat meer te kiezen moet hebben. En daarom is een sterke Europa ook heel erg van gewoon belang. Want soms is de keuze niet zo heel groot meer. En is de keuze opgelegd door de concurrentie van buitenaf die ons dwingt om. En toch blijf ik met de vraag zitten, er zijn gewoon situaties, of je het leuk vindt of niet, dat er gewoon niet heel veel andere smaken zijn. Maar als ik u volg, dan zegt u eigenlijk in een voorkomende situatie die daarop lijkt, doen we het gewoon niet. En dat betekent dat u dus dan eigenlijk het landsbelang eigenlijk ondergeschikt maakt aan het partijbelang, namelijk op de flanken kunnen we beter werken aan ons herstel. Nee, ik weet niet wat het landsbelang is op dat moment. Ik bedoel, daar kon ik me in 2012 nog iets bij voorstellen. Maar in het algemeen is een landsbelang heeft een hele verschillende invulling door linkse en door rechtse partijen. En daarom ben ik ook voor de keuze tussen links en rechts. Er is niet één landsbelang. Dat hangt sterk af van wie het vraagt. Ik denk dat het landsbelang van Mark Rutte er heel anders iets uitziet dan het landsbelang van Lodewijk Asscher. Ik wil nog twee vragen. Ik kan me voorstellen dat u nog even achter het spreekgestoelte wil staan. Ja, jazeker. Maar kijk, voor de mensen die het nog niet gezien hebben, er staat een enorme tafel met dit boek, De Dijk van Europa. Ik wil toch even naar de titelverklaring. En waar ik ook naartoe wil, is even hier onderaan staan een aantal van die palen met van die lintjes. En die ken je echt van een wachterij. Hè? Als je een wachterij maakt. Kunt u de titel even verklaren en ook de tekening of de foto erbij, moet ik zeggen eigenlijk? Ik denk dat Simon direct mij de kaft kan verklaren. Dat is de redacteur die... Ja. Ja, u weet Simon dat u heeft één hulplijn en een 50-50. Voor de rest moet u het zelf doen. Want we hebben een lange discussie gehad. Moet er dan ook geen dijk op de voorkant? Ja. Ik geloof dat de verklaring is dat we hiermee de grenzen ook gaan verleggen. Dat voor mij de verklaring is voor deze kaft. Maar een dijk van Europa, omdat het ook meerdere betekenissen heeft. We worden overspoeld op dit moment door het grote geld en de big data. En Europa zou die beschermdijk moeten zijn die ons helpt tegen die stromen van geld en data. Tegelijkertijd is het niet alleen dat. Je bent ook op zoek naar een stevig Europa. Dat stevig verankerd is in de samenleving. Dat ons inderdaad helpt te beschermen. Dat is ook, en daarmee wordt het een dijk van Europa. Die verklaring is er. Ik ben nog steeds niet bij die paaltje met dat lint tussen. Nee, dat is bedoeld dat het daarmee ook dat je ook weer probeert grenzen te stellen. En daarmee dus ook juist die bescherming weer te bieden. Bij deze. Ik ga straks aan Simon of mijn redacteur vragen of ik het ook goed heb uitgelegd. Dat weet ik niet helemaal. En nu is het moment daar dat ik u vraag achter het spreekstoel te plaatsen nemen aan u. Ja, dank je wel.
Ja, dat mag ja. Inderdaad. Ja. Zo, ik heb meteen een beetje warm gekregen. Doet deze microfoon het of niet? Doet deze microfoon het? Ja. Ik moet gewoon heel dicht erop zetten. Ja, kijk, het verhaal van het boek gaat misschien eigenlijk wel niet over Europa, denk ik wel. Dus het begint ook. Het begint eigenlijk niet met Europa. Het begint met de onmacht die er is. En die door veel mensen ook zo. Misschien niet altijd bewust, maar wel zo ervaren worden. En als het dan een verhaal over Europa is, begint het dit keer niet met het einde van de oorlog. Maar begint het met het einde van de Koude Oorlog. De val van de muur. Een tijd van optimisme. Het communisme was verdwenen. En het kapitalisme, het democratisch kapitalisme, was het enige model wat over was. En als, het lijkt wel zo, doordat de tegenhanger ontbrak, de pendule losschoot en ook doorschoot. En er alle ruimte kwam voor ondernemingen en markten. En dat zie je ook. Hè. Dus wat mij altijd verbaasd heeft, is dat in een hele korte tijd het Anglo-Saxische model van beloningen bij bedrijven werd ingevoerd in Europa. Je zag ook dat de saaie Nederlandse banken plotseling wilden expanderen en mee wilden doen met de grote jongens en meisjes in de financiële wereld en zakenbank wilden worden. Je zag de start-ups in Silicon Valley uiteindelijk uitgroeien tot tech-giganten. En je zag ook internationale constructies ontstaan met Nederland en Luxemburg als speel om winsten en vermogens te onttrekken aan het zicht van de belastingdiensten. Enorme expansie van met name de wereld van geld en naderhand ook data. En daar kwam een abrupt einde aan en daarmee ook aan het optimisme na de val van Lehman Brothers. Dus we praten over een 20-jarige globalisering tussen de val van de muur en de val van Lehman Brothers. En om eerlijk te zijn heb ik in mijn boek geworsteld om uit te leggen hoe belangrijk dat is, die ontwikkeling. En eigenlijk is het toch het beste te illustreren juist met de afschaffing van de dividendbelasting. Want een heel mooi voorbeeld. Omdat dat laat zien dat Unilever en Shell tot in de vezels van de Nederlandse minister-president weten te komen. En uiteindelijk bepalen de buitenlandse aandeelhouders, de Engelse aandeelhouders van Unilever, dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. Een veel mooiere illustratie van de macht en ook het buitenspel zetten van de democratie is haast niet denkbaar. En dat is de ene kant van de medaille. En de andere kant van de medaille is er ook. En daar is denk ik vanmiddag ook over gesproken, over het ontstaan van de platformeconomie. Waardoor bedrijven op afstand komen te staan en de werkenden alle risico's krijgt. Maar dat is een veel algemenere trend die je ziet, is dat de werkende ziet de winsten stijgen en de lonen achterblijven. Kan vrezen voor reorganisaties. Krijgt de rekening van flexibiliteit. Zoals iemand anders, als iemand nu afstudeert, zo gaat hij niet op zoek naar een baan zoals mijn generatie, maar gaat op zoek naar een contract. Moeten we ondertussen de rekening van de blunderende bankiers betalen. En werkt gratis voor Google en Facebook. Dus aan de ene kant de toegenomen expansie van geld en data. En aan de andere kant de onzekerheid bij werkenden. En dat is de onbalans die ik in het boek probeer aan te geven. En die is nog eens versterkt doordat de overheid is teruggetreden. Maar Angela Merkel spreekt zelfs over marktconforme democratie. En dat betekent ook dat het geloof dat de overheid veel kan en vermag is eigenlijk steeds is afgenomen en is afgeremd. En dat heeft geleid tot overwerkte verpleegkundigen, onderbetaalde leerkrachten, afstandelijke woningbouwcorporaties en een steeds sobere sociale zekerheid. En dus hebben mensen het gevoel, op wie kan ik nog eigenlijk vertrouwen? Het is niet meer op de werkgever, die de werknemers ziet als kostenpost. En niet meer als kapitaal. Het is ook niet op die overheid die zich juist heeft teruggetrokken. Dus stellen mensen zich de vraag, wie komt er straks voor mij op? En mensen voelen zich in de steek gelaten. En dat is ook wat letterlijk trouwens wat ik wel eens hoor over als ik bij mijn voetbalvereniging ben. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar dan komt iemand op me af. Je bent een leuke vent hoor, Paul, maar die partij van jou die heeft ons in de steek gelaten.
Ik heb in het begin ging ik nog vragen, en wanneer is dat dan gebeurd en waarom? Maar er kwam nooit een heel duidelijk antwoord tegen. En toch voelden mensen zich in de steek gelaten. En dat populisten weten dat bij uitstek goed te verwoorden. En dus ik heb een ontzettende hekel aan de Brexit-campagne, omdat het aaneen hing van leugens en halve waarheden. Maar de slogan vond ik heel erg goed. Take back control. Dat is wat de populisten beloven. En dat is wat je in alle verschijningsvormen ook ziet. Take back control. En ik moet ook zeggen dat daarmee de traditionele partijen eigenlijk nog steeds heel worstelen met wat het goede antwoord daarop is. Want je kan de opkomst van de populisten vinden, kunnen we vervelend vinden of zelfs verschrikkelijk vinden. Maar het vraagt ook van traditionele partijen een antwoord. En wat is dat antwoord? En dat is dat het nog niet gevonden is, zie je ook steeds aan dat krimpende midden wat ertoe leidt dat we coalities krijgen. Waardoor het nog meer één pot nat lijkt. En dat is waar het boek uiteindelijk over gaat. Van zorgen dat er weer wat te kiezen is. Dat er keuzes gemaakt kunnen worden. En dan moeten we dus de onmacht doorbreken. En die onmacht is te doorbreken. Ja, ook door keuzes op het nationaal niveau. Die zijn er nog steeds te maken. Het is een keuze geweest om de overheid te laten terugtrekken. Maar dat hoeft niet. En dat kan je ook heel goed zien. Dat je ziet namelijk dat juist Europa laat zien dat hoe belangrijk landen nog steeds zijn. Want die mondiale trends zijn allemaal hetzelfde. Globalisering, digitalisering. Maar de gevolgen zijn heel erg verschillend per land. Zo heeft Nederland inderdaad altijd minder werkloosheid dan Spanje en Italië. En is altijd een van de gelijkere landen geweest. Wat laat zien dat instituties er nog steeds toe doen. En Joe Stiglitz zegt dan ook, it's all policies and politics als het gaat over ongelijkheid. Heel erg belangrijk. Maar op Europees niveau zal er wel een doorbraak moeten komen. En met als voorbeeld die afschaffing van de dividendbelasting, waarbij je ziet dat de landen eigenlijk niet meer zijn opgewassen tegen de internationale markten en de grote bedrijven. Want wat we zien is een wereld met hele dure medicijnen en goedkope vliegtickets, met lage lonen en hoge winsten, met nulurencontracten en gouden handdrukken, met hogere loonbelasting en uitdijende belastingparadijs. Dat is het wereld waarin we zijn beland. En dat is vaak niet meer te doorbreken door een land alleen. Een onderwerp waar ik me bij uitstek heb bezighouden is belastingontwijking. Ik heb niet de illusie dat een land als Nederland alleen dat kan doorbreken. Daar zijn echt Europese en internationale afspraken voor nodig. Maar hetzelfde geldt voor het aanleggen van buffers door banken of het gebruik van data door techgiganten. De vervuiling in transport en industrie. Het zijn vaak internationale Europese problemen die je alleen gezamenlijk kan aanpakken. En Europa moet, daar moet dus de doorbraak komen, zodat Europa kan ons helpen om die keuzes te maken. Zodat er ook wat te kiezen is door de traditionele partijen en daarmee voor de kiezers. En dat betekent wel dat er een taboe doorbroken zou moeten worden. En dat taboe is nog steeds dat de bevoegdheden bij de hoofdsteden, bij de regeringssteden liggen. Nog steeds is het moeilijk om te erkennen voor veel politieke partijen dat die bevoegdheden al feitelijk zijn uitgehold. En dat overdracht van die formele bevoegdheden ertoe zal leiden dat we juist aan bevoegdheden, aan feitelijke bevoegdheden, aan feitelijke mogelijkheden winnen als we dat doen. En dat taboe zal dus doorbroken moeten worden. Dus ik ben voor inperkingen van de markt. Een Europese meester voor de markt. Maar dat hoort dan ook wel bij een Europese democratie. Want die meester moet er zijn voor ons. En dat is mijn ervaring ook in het Europees Parlement. Het democratische tekort, dat is er. Ondanks het Europees Parlement. En Europa zal dan ook politieker moeten. Europa is politiek of het is niet, uiteindelijk. Kort het boek, je kunt beter zelf even lezen, denk ik dan. Maar de kern is dat toch wel dit. Er moet wat te kiezen zijn door het taboe van die groeiende onmacht en die groeiende ongelijkheid te doorbreken. Dus voor mensen boven markten, voor tegenmacht tegenover onmacht, voor de 99% tegenover de 1%. En laten we dan weer samenkomen in Europa om dat optimisme dat er was na de val van de muur om dat te hervinden en om te bouwen aan een nieuw Europa waar we trots op kunnen zijn, waar het elan is, hè, een dijk van Europa. Oké. Okay. En dan wil ik graag, maar
het boek overhandigen aan Lodewijk Asscher. Omdat ik denk, Lodewijk, kom maar. Omdat ik denk... Omdat ik denk dat dit boek niet alleen gaat over Europa. Er komen Europese verkiezingen aan. Maar ik denk dat dit boek ook gaat over de onmacht van die 99% tegenover de 1%. Over de grote en groeiende ongelijkheid. Waardoor mensen zich in de steek gelaten voelen. En ik vind dat bij de Partij van de Arbeid bij uitstek dit zou moeten oppakken. En om het nog iets... Heb ik niet alleen een boekje gemaakt, maar ook nog een... Ja, wat zal ik het noemen? Laten we het een agenda noemen, of een voorzet voor een agenda. Waarbij ook uitgewerkt is hoe die een voorbeeld wordt gegeven hoe die 99% tegenover die 1% het kan winnen. Met 5 strijdpunten daarin. Zodat de onderneming voor alle is. Een eerlijke bijdrage voor iedereen. Een einde aan de almacht van de techgiganten, buffers voor banken en Big Pharma. Om maar aan te geven dat dit ook een concrete agenda is die de Partij van de Arbeid op zich zou moeten nemen. Hou vast. Dit is het moment natuurlijk dat u allemaal uw telefoon pakt. De hashtag Dijk van Europa. Dijk van Europa in de gaten houdt. En u in slow motion het boek overhandigt en nu allerlei foto's maakt. Gaat u gang. Dus Lodewijk. Oh. Paul, dankjewel. Ik hoop niet dat ik Simon beledig, maar ik vind dit eigenlijk nog mooier vormgegeven. Wie is nou die Simon, die vormgever? Ja. Hij bestaat. Het is altijd fijn als één iemand lacht om een grap. Het is de enige niet-PvdA in de zaal. Dat heeft te maken met die congresmotie destijds, jaren 80, toen we hadden besloten geen humor meer toe te laten in de partij. Daar houden we ons allemaal netjes aan. Paul, laat me beginnen met... Zie je, er zijn er nog toch meer die stiekem... Heb ik vaker meegemaakt. Ik wil beginnen met een enorm compliment. Want ik vind het ongelooflijk knap dat je naast een hele belangrijke functie in het Europees Parlement... Ik ben onwijs trots op jou en Kati en Agnes en hoe onze delegatie het daar gedaan heeft. Tijd hebt gevonden, energie hebt gevonden en de discipline, zelfs als deadlinewerker, om een boek te schrijven dat belangrijk is. Dus dat vind ik... Heel erg goed. En ik denk ook dat het belangrijk is voor de politiek. Dat we niet alleen maar reageren op het debat van de dag, de tweet van de dag, het nieuws van de dag. Maar proberen onze gedachten op papier te zetten. Zodat je ook een debat krijgt en een discussie die verder gaat dan de waan van de dag. Bovendien heb je een onderwerp gepakt wat de kern raakt van waar het in Europa op dit moment echt over gaat. En niet alleen in Europa, maar in de hele westerse wereld. En het is toch... Misschien beter te beschrijven nog aan de hand van kleine voorbeelden dan die hele grote getallen. Als je bedenkt hoe het is om nu de arbeidsmarkt op te komen en je eerste baan te zoeken, dan is de kans dat dat een flexibel contract is 100%. Dan is de kans dat je bij de nieuwe economie, de deeleconomie, de platformeconomie, de gig-economie terechtkomt, die groeit. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je heel veel vrijheid ervaart om te werken wanneer je wil. Maar dat in de werkelijkheid die vrijheid heel beperkt is. Omdat het algoritme jou vertelt wat je gaat doen. En het tweede wat het betekent is dat de winsten van jouw werk naar Amerika gaan. Naar San Francisco, naar de Westkust. Het derde wat er dan gebeurt is dat over die winsten geen belasting wordt betaald. Dus dat degene die voor jouw opleiding moeten betalen, dat zijn toch weer andere werkenden. En daarmee ontstaat het vierde, en dat heb jij denk ik heel mooi... met je datavakbond ook aangetoond, is dat je data produceert die een waarde vertegenwoordigen, waarbij we eigenlijk ook de grip niet meer hebben. Waar we vervolgens wel mee geconfronteerd worden. Zelf vond ik heel schrijnend in de Volkskrant het verhaal, ik weet niet of jullie het hebben gezien, van de 22-jarige Uberchauffeur die een 21-jarige meisje uit Amsterdam-Oost doodreed. Waarbij Uber zegt, ja, daar hebben we natuurlijk helemaal niks mee te maken, maar waarbij wel bleek dat die jongen die 48 uur voorafgaand aan het ongeluk amper 3 uur of 4 uur had geslapen, dwars door alle arbeidstijden, wetten heen was gereden. En dat doet hij uitgedaagd door die software. Met andere woorden, het heeft wel degelijk een enorme impact op het leven dat we hier leiden. Dan zijn er eigenlijk 2 smaken. Je hebt de liberale hoofdstroming. Jongens, dit is een natuurverschijnsel. Dit is de markt. Er is ook helemaal geen alternatief.
Sterker nog, die Uberchauffeur is een ondernemer. Pas op dat je zijn vrijheid niet beknot. En belastingen zijn sowieso slecht. Dus wat zei ik je nou eigenlijk? Dat die bedrijven geen belasting betalen. We zouden eigenlijk allemaal geen belasting moeten betalen en allemaal ondernemer moeten zijn. Dan was de wereld perfect. En je hebt een stroming die zegt, nou, dat is eigenlijk heel mooi. Dit is vooruitgang voor ons allemaal, voor ons als consument. Maar we willen toch ook graag als samenleving, als democratie, mee kunnen bepalen wat voor regels er gelden. Of mensen met je zekerheid ervaren dat er netjes belasting wordt betaald. Die tweede stroming die is kleiner en die is aan de verliezende hand. En dat kan alleen maar veranderen als ze met zelfvertrouwen, met ambitie aangeven dat het een keuze is. Dat het geen natuurverschijnsel is, maar een politieke keuze. En dat betekent dat je inderdaad in Europa moet durven kiezen voor het belasten van winsten van grote bedrijven. Moet kiezen voor het reguleren en beschermen van data. En vergis je niet, dat kunnen we. Dat kan Europa. Alleen al met die ingewikkelde databeschermingsregels die er nu zijn, zie je toch het grootste blok aan consumenten wat er bestaat op de wereld, dat die bedrijven zich moeten aanpassen. Ik denk dat de boodschap van Paul is, en die onderschrijf ik zeer, dat we juist veel meer kunnen dan we nu denken, dan we onszelf hebben laten wijsmaken. En dat het ook nodig is om het primaat van de politiek in die zin te herstellen, dat we met elkaar de spelregels maken, waardoor iedereen kan profiteren van technologisch vooruitgang, waar daar belastingen worden betaald, zodat je kan herverdelen, zodat er goede zorg is, zodat er goed onderwijs is voor onze kinderen, zodat je een samenleving bouwt zoals we hem willen. Dat is het herstel van het politieke primaat. En dan zie je nu eigenlijk twee modellen in Europa die winnen. Eén is wel democratisch, maar eigenlijk geen rechtsstaat. En zeker geen rechtsstaat die vrijheden respecteert. En het ander is wel een rechtsstaat die vrijheden respecteert, maar niet erg democratisch. Het is Orbán en Brussel. En ik denk dat we eigenlijk recht hebben op iets beters. Een democratie die zelf de regels bepaalt, maar die wel de rechtsstaat en daarmee de positie van ons allemaal beschermt. Dus ook Europa zelf zal ambitieuzer moeten worden, maar zal ook zichzelf moeten verbeteren. En dat kan alleen maar als politici daarin voorgaan. En ook zo lees ik het boek van Paul Tang. Tot slot. De komende jaren zijn denk ik heel cruciaal. En het zou heel dom zijn als we ons laten verleiden tot alleen maar discussie over identiteit, migratie, et cetera. Het zou ook heel dom zijn als we die discussie uit de weg gaan. Ik vind dat een volkspartij en een volksbeweging daar moet zijn. Maar vergis je niet. Er zijn sterke belangen in Europa, in de boardrooms, maar ook in een aantal regeringen die zeggen, hier moeten we het in ieder geval niet over hebben. Dat is een ongemakkelijke inconvenient truth. Het feit dat er te veel macht terecht is gekomen bij een te klein aantal eigenaren van een aantal zeer grote bedrijven. En dat we een politieke keuze kunnen maken om die macht te heroveren. Dat we de politieke keuze kunnen maken om werknemers, werkenden, weer inspraak te geven, ook in de organisatie van die bedrijven. Een idee waar wij in de jaren 70 voor stonden, wat in vergetelheid is geraakt, maar wat hard nodig is als je mensen control terug wil geven. Kortom, die politieke strijd die gevoerd moet worden, die moet nu gevoerd worden, die voeren we met z'n allen in Europa, in Nederland en lokaal. En die moeten we winnen. Heel veel dank voor dit mooie en belangrijke boek. Heel veel succes met de handtekeningen die je daarin gaat plaatsen bij al deze enthousiaste fans. En nogmaals, zeer veel complimenten dat je het hebt kunnen doen naast je drukke werk elders. Dankjewel. Dankjewel, Lodewijk Asscher. Dankjewel. Nee, ik wil je niet vragen. Nee. Dank. Jij die stoel. En nu wil ik graag ons zeer gewaardeerde panel naar voren halen. Dames en heren, niemand minder dan Sarah de Lange en Marten Sommer. Opgestaan plaats. We gaan heel goed, dames. Meteen in de eerste rij. Welkom. Goed dat u er bent. Ik heb jullie eigenlijk vlak voordat we begonnen, een half uurtje voordat we opkwamen, zei ik, nou laten we nou eens nou niet meteen naar jullie referaat en wat jullie ervan vinden en jullie eigen dingen. Maar laten we nou eens beginnen even, daarom heb ik me ook expres een beetje in het midden even gesitueerd. Oh, ja. Laten we nou eens beginnen met een speervuur aan vragen van jullie beiden. En als het een beetje uit de klauwen loopt, dan vul ik een beetje aan ergens. Dat we eens even gewoon goed afpellen wat we hier nou voor ons hebben. Wat betekent dit boek? Wat zijn de consequenties ervan? En vooral de vraag ook, met alle dingen die wil, hoe dan?
Dus, ik kijk jullie niet meer aan. Laten we gewoon eens pingpongen, meneer Sommer. Eerste vraag. Eerste vraag, waar begint dit boek eigenlijk mee? Begint het met het onbehagen in de samenleving? Of begint het met de vraag, wat is er economisch mis? Korte vragen hebben ook korte antwoorden nodig. Ik denk dat het beide doet. De onbehagen komt door de economische ongelijkheid die aan het ontstaan is. En het gevoel van machteloosheid wat daaruit voortkomt. Dat is mijn opvatting. En als u een keuze moet maken, dan zegt u? Ja, dus het gaat over het onbehagen. Oké, mevrouw De Lange. Het boek is eigenlijk een aanklacht tegen de macht van de markt. Nu bestaat de markt niet. We hebben een arbeidsmarkt, kapitaalmarkt, huizenmarkt, datamarkt, marktwerking in de semi-publieke sector. Is de rol van Europa op al die markten dezelfde? Nee, dat is zeker niet zo. Er zijn markten waar Europa ook die heel lokaal zijn of die nationaal zijn, waar Europa ook rustig buiten kan blijven. Maar juist de kenmerk van die 20-jarige globalisering is dat al die nationale grenzen zijn overschreden. En dat bij veel van die markten Europa wel degelijk zeggenschap heeft of zou moeten hebben, maar een slechte marktmeester is geweest. Als u de opmerking maakt, take back control. Als u een gemiddelde Engelsman vraagt wat hij daarmee bedoelt, denkt u dat hij dan over de multinationals heeft of... Ik denk dat het gaat over de zeggenschap hebben over je eigen leven en migratie samenleving. Migratie, ik bedoel op migratie. Migratie kan ook, natuurlijk. Sommer. Nou. Volgende vraag. Nee. Oh, ja. Ja. Wacht even, ik was nog even bij die bedrijven. Ja. In je boek gaat het over markt, het gaat over groot kapitaal, het gaat over aandeelhouderskapitalisme, het gaat over bedrijven in het algemeen. Het lijkt wel alsof we terug zijn bij de Partij van de Arbeid toen er nog grappen gemaakt mochten worden. Is naar jouw idee alles wat met bedrijfsleven te maken heeft fout, weg, af? Nee, maar waar het om gaat is de concentratie van macht. En dat is, neem even bijvoorbeeld de techgiganten. Dat waren ooit, we hebben altijd de foto van Bill Gates van vroeger, die samen met zijn kornuiten, die ook wat nerderiger uitzien. Dat is het begin van het bedrijf. Hè? Die foto kan je voorstellen. Ja, die garage. En die foto heb je ook van Facebook. En dat is het beeld wat graag bestaat. Maar dit zijn de grootste en machtigste bedrijven in de wereld geworden. Dus waar het om gaat, daar moet Europa ook een tegenmacht zijn. Het gaat over de concentratie van macht. Ja, maar wacht ik even. Heb geen probleem met mijn bakker op ik de mag hoek. Nog een keer. Hè? Zeker. Ik heb geen probleem met mijn bakker op de hoek. Nou, maar die suggestie wek je nou in het boek nou juist wel. Dat alle bedrijven worden over één kam geschoren. Ja. Kijk, als je nu zegt, het gaat om die grote techbedrijven uit Amerika. Hè? Die halen hier hun winsten weg. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar mijn eerste kritiek zou toch wel zijn over welk bedrijfsleven hebben we het eigenlijk wel en is het wel zo verstandig? Korte vragen, punt allemaal over een kamp scheren. Nee, het gaat over de concentratie van macht. Dus het gebeurt er ook dus dat wij als huishouden betalen wij relatief meer energiebelasting dan de grootgebruikers. Waarom eigenlijk? We zijn het al zo gewend dat we eigenlijk niet meer vergeten de vraag stellen waarom. Maar meneer Tom, als ik even toch aanvullend, dat is mijn vrije rol, ik kan even aanvullend aan. Kijk, je ziet bij al die techbedrijven, even los van over de winstbelasting en waar ze überhaupt een hoofdkantoor hebben, waar je überhaupt de belasting kan afromen. Weet je, de rode draad in al die bedrijven is dat er uiteindelijk één de winner takes all. Dus of het over de Airbnb gaat of over de Ubers. Korte of vragen. Zo'n panel, dames en heren. Terecht punt, meneer Sommer. Het punt is dus, eigenlijk de concentratie van macht zit hem eigenlijk in die hele sector. Namelijk de winner takes all. En dus u bent eigenlijk bij de uitwassen aan de slag in plaats bij de bron. Ja, het zou fijn zijn als het probleem nog overzichtelijk was en het alleen techgiganten was. Maar kijk eens wat de situatie is met banken. Het is ons niet gelukt in al die afgelopen 10 jaar sinds de crisis om die buffers van banken ook inderdaad opgeschroefd te krijgen. Het is ons niet gelukt om het principe van de vervuiler betaalt te laten doorvoeren in de industrie. Dus ik kan niet. Dus het zou fijn zijn als het zo tot dat ene was, maar we zien op veel terreinen, en dat heeft alles mee te maken, dat landen tegen elkaar uit worden gespeeld, dat landen denken het nationale belang te beschermen. Dus Duitsland beschermt zijn auto-industrie, Frankrijk zijn de grote banken, Polen de kolencentrale, Nederland de belastingontwijkingindustrie. Dat de auto-industrie doet, want als Europa natuurlijk ergens goed zijn tanden even liet zien, is wel in de Duitse. Nee, juist niet. Oh. Neem het voorbeeld, de Duitse auto-industrie, er zijn Europese normen, die moeten gehandhaafd worden door de nationale toezichthouders. Dus de Duitse toezichthouder moet toezicht houden op de Duitse autofabrikanten. Dus waar wordt de Schumel-software ontdekt? In Amerika. Logisch.
Ik bedoel, dit is juist wat dat laat juist zien dat de autofabrikanten hebben enorm veel invloed. En dat merk ik ook in het Europees Parlement. Er is een enorme lobby uit de financiële sector. Maar de lobby van de Duitse autofabrikant is helemaal sterk, kan je vast. We gaan terug naar de korte vragen. Esther Lange? Ja. Sarah de Lange, ik maak die fout. Het zat er zo dicht in. Ja, dat we hebben het nog tegen je gezegd. Sarah, schiet erin. Ja, in het boek is het aan de politiek en in het bijzonder aan het Europees Parlement om de macht van de markt te breken. Maar zelf heb je zelf recent het meeste succes gehad met een samenlevingsinitiatief, namelijk een datavakbond. De universiteiten hebben zelf de macht van Elsevier gebroken. Ja. Het zijn de consumenten die allerlei betaalplatforms oproepen om rechtsextremisme te weren. Is het omdat de macht waar de markt ligt niet zo dat het juist de consumenten zijn die op dit moment belangrijkste machtbrekers kunnen zijn? En dat de politiek helemaal niet zoveel vermag? Nee, dat kan. Heel goed. Het zou fijn zijn, maar het kost wel tijd om op te bouwen. Hè? Dus we liggen wat dat betreft achter. En als je wil... En we zullen dat weer moeten opbouwen. Dus wat mijn bezwaar dus wel eens is juist wat ik al zei, is dat mensen zich niet meer durven te verenigen om samen een vuist te maken. Dus het aloude principe van eendracht raakt macht. Ja, het komt uit de 19e eeuw, dat het gezegd wordt. Maar voor mij is het in de 21e eeuw nog steeds net zo houdbaar. Alleen je moet het wel weer durven opbouwen. En dat is wel wat ik soms mis. Daarom ook een datavakbond begonnen. De heer Juncker sprak over zijn eigen commissie als de commissie van de laatste kans. Ja. Vindt u dat hij die benut heeft? Nee. Dat is een negatief oordeel. Nee, dat is geen negatief oordeel over de commissie. Laat ook zien dat je niet... Nou ja, als het wordt De commissie is ook met de handen gebonden. Neem bijvoorbeeld, je begon net over migratie. De vluchtelingenstromen in 2015. Het was de Europese Commissie die met voorstellen kwam om die vluchtelingenstromen goed op te vangen. En in mei 2015 was de enige steun die de commissie kreeg was van Matteo Renzi van Italië. Maar, dit was ook de situatie. Maar u begon het antwoord op de vraag met het antwoord nee. Ja. Laten we ons even bij dat gedeelte van uw antwoord houden. Nee. Nee. Ja. Dus de laatste kans is niet gepakt. Nee, want ik denk nog steeds dat we, als je terugkijkt, dat nog steeds die machteloosheid bij veel mensen er is. Dus die opdracht is nog niet vervuld. De vraag is of je ook het onmogelijke van de commissie... Of Juncker had moeten zeggen, het is de laatste kans. Wat had Juncker moeten doen om zijn laatste kans wel te grijpen? Ik denk dat dat een agenda inderdaad is. Voor een deel bijvoorbeeld de financiële sector inderdaad aan banden leggen. Zorgen het optreden wel tegen de techgiganten. Dat was een deel van die agenda geweest. Maar voor een belangrijk deel heeft Europa dat toch ook gedaan. Er zijn enorme boetes uitgedeeld aan Apple en Macintosh en dergelijke. Dus ik zie ook niet zo gauw... En de bewierookte Verstaken heeft toegestaan dat Facebook, Instagram en WhatsApp mochten overnemen. En daarmee de machtspositie van Facebook versterkt. Maar even, ook waar. Op de vraag, heeft Juncker naar eigen zeggen, zoals hij dat zelf formuleerde, de commissie van de laatste kans, heeft hij die gepakt, die laatste kans? Daarop zegt u nee. Mm-hmm. En tegelijkertijd is de vicevoorzitter van die commissie uw lijsttrekker. Nee, maar ik denk ook niet dat de Juncker had moeten zeggen dat het de laatste kans was. Daar zit het er meer in. Dus je kan wel zeggen, van wat goed is aan die uitspraak, dat Juncker de urgentie heeft laten zien. Maar dat was ook echt de urgentie op dat moment van de hoge werkloosheid. En die werkloosheid is... later dan gehoopt, maar is wel afgenomen in veel landen. Nou, sommige landen nog hoog. Economisch gaat het beter. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, de commissie heeft de kans gepakt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het onbehagen... Maar dat kan je kijken naar de commissie. Maar als ik kijk naar de opkomst van de populisten... dan denk ik dat de traditionele partijen daar een antwoord op moeten hebben. En daar mis ik nog wel eens de dynamiek, om eerlijk te zijn. Dus we moeten wel op zoek waardoor traditionele partijen ook weer aantrekkelijk worden... Ja, laten we het over Europa en de politiek hebben. Ja. Want dat onbehagen, daar hebben de populisten hebben daar succes mee. Telkens met een nationaal antwoord. Hè. Zij zeggen, onze antwoorden moeten nationaal zijn. Wat jij daar tegenover stelt is eigenlijk... we moeten minder nationaal zijn, we moeten meer Europees zijn. Je geeft wel af op de brave meneer... of helemaal niet een brave meneer trouwens, Verhofstadt... Maar uiteindelijk, dat stond ook in het interview met de Trouw, daar ben ik het ook wel mee eens. Uiteindelijk kom je toch op hetzelfde spoor terecht. Ja. Hè? De centrale macht van Europa moet groter zijn. Denk je daar kiezers mee te winnen?
Mag ik daar aanvullend even? Ja. Want ik krijg nu nog wat extra bedenktijd. Dat scheelt waarschijnlijk. Ja, dat scheelt. Maar het punt is, kijk, dus u noemt dat het woord taboe. Maar een taboe, dat staat natuurlijk voor iets wat zo ongemakkelijk is dat we er niet over praten. Maar het punt is, als er één onderwerp is wat heel veel besproken wordt, is het wel de overdracht van de macht naar Europa. Dus ik begrijp het woord taboe eigenlijk helemaal niet. Nee, dat zal ik je uitleggen. Ik bedoel, bijvoorbeeld bij de Europese winstbelasting. Een hervorming van de winstbelasting, zodat bedrijven niet langer bedrijven bepalen waar de winst wordt gemaakt en betaald, maar de landen voortaan dat doen. Wordt de gele kaart getrokken door SP, PVV, CDA, VVD. Op het moment dat de digibelasting op techgiganten aan de orde komt, worden gele kaarten getrokken door diezelfde partijen. Men wil het er gewoon niet over hebben. Dat is eigenlijk, het mag niet, deze discussie mag niet gevoerd worden, vindt het. Dat gaat waarschijnlijk over een Europese belasting. Ja. En die partijen zijn tegen Europese belastingen in het algemeen, omdat dat leidt tot centralisering van macht. Dus die willen waarschijnlijk best deze bedrijven belasten, maar op een nationale basis. Ja. Dus daar zit een heel ideologisch verhaal onder, dat weet je best. Ja, maar het betekent dus wel, Martin, dat vind ik uitstekend. Het zijn Europese regels voor belastingen. Die kunnen gewoon terecht blijven komen bij de landen. Maar het betekent wel dat je deze discussie laat lopen. Dat je dus nooit kan winnen. Echt nooit kan winnen op deze manier van de techgiganten. Of tegen het groot bedrijf dat denkt dat belasting betalen voor de dom is. Wees dan ook eerlijk en zeg dat je dat niet wil. Maar dat is dan de consequentie ervan. Dan gaat het gewoon niet lukken. Dat betekent dat de vennootschapsbelasting, de winstbelasting steeds verder omlaag zal gaan. Dat betekent dat de rijken inderdaad steeds rijker worden. Dat Jeff Bezos steeds rijker wordt. Dat Paris Hilton en haar kinderen nog rijker worden. Dat is eigenlijk de consequentie ervan. Paris Hilton vind ik niet zo erg. Ik heb juist moeite met Paris Martin Hilton. Martin raakt hier natuurlijk wel aan een wezenlijk punt. Want zoals in het voorgesprek aan de bod kwam, je bent voorstander van linkse samenwerking om dit soort plannen te realiseren. Maar juist op Europees niveau loopt er een fundamentele scheidslijn door links heen in de mate van hoe Europees georiënteerd ze zijn. Dus hoe ga je dat dan realiseren als die scheidslijn steeds dwars door jullie heen loopt? Nou ja, ik denk, kijk, waar het om gaat als linkse partij is dat je toch probeert tegenover de macht een tegenmacht te organiseren. En de vraag die je elke linkse partij moet beantwoorden, hoe doe je dat? Mijn antwoord is inderdaad Europees. En ik kan mij niet een beter antwoord herinneren van de SP in dit geval. Ik weet in ieder geval dat de SP-kiezers ook altijd daar moeite mee hebben. De SP moet kiezen, heb ik een hekel aan de macht voor banken of heb ik een hekel aan Europa? En dat is voor een hele moeilijke afweging blijkbaar, voor mij dan niet. Maar ik denk dat je zegt, bij mij gaat het om die tegenmacht. En daar moet dan de discussie over gaan. Maar mag ik één stapje terug? Want dat is in het boek niet zo heel duidelijk, vind ik. Want je zegt, ever closer union, dat moeten we niet hebben. Ja. Hè, dat is ik geloof dat het in de grondwet, die geen grondwet is, daar staat ever closer union, daar wil je van af. Hè. Je zegt ook, ik wil af van dat hele contract en het moet een klein grondwetje worden. Ja. Je wilt ook af eigenlijk van Guy Verhofstadt, die je zegt, voor hem is elke spijker is meer Europa, dus daar slaat zijn hamer op, nietwaar. Maar uiteindelijk, en je begrijpt dus dat mensen een zekere weerzin hebben tegenover dat Europa. Dat Europa zelf voor een gedeelte ook een oorzaak is van het onbehagen. Ja. En toch kom je uit als een soort noodzaak of een fuik als het ware. Nee, we moeten toch meer Europa. We moeten toch centraliseren. We moeten toch Europese belastingen. Ja, dan zou inderdaad mijn keuze zijn op andere gronden. Nee, laten we kijken wat we in hoge mate wel samenwerken. Natuurlijk heel veel samenwerken. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat de EU weg moet. Maar die verkiezingen, die Europese verkiezingen, en daar op grond daarvan meer macht aan het Europarlement geven. Ja, ik denk dat tot niks leidt. En ik denk dat inderdaad heel veel mensen in Europa het met mij eens zijn. Nou ja, maar dat is waar de discussie. Dat betekent even, Martin, maar dan de omgekeerde betekent dat ook. Dat je dus eigenlijk nooit in staat zal zijn om die winsten bijvoorbeeld te belasten. En om die machtspositie van de grote bedrijven waarom te breken. Waarom niet? Waarom zou dat zonder Europarlement niet kunnen? Nee, maar dat kan niet zonder Europees optreden.
Dus dat zal je Europees optreden mag best. Nee, natuurlijk. Maar jij zegt samenwerken, we weten hoe samenwerken loopt. Als één land het blokkeert, gebeurt het niet. Dus die samenwerking komt niet tot stand. Dat is precies de praktijk van de afgelopen jaren geweest. Ja, dat is onzin. Want dus waarom, dus Europa wat ik zeg, is in een hele hoop opzichten enorm vooruitgegaan. Je mag je keuze zijn, maar dat betekent dat jij nooit in staat zal zijn om techgiganten aan te pakken. De eerlijkheid die moet je dan ook hebben. Nou, dat weet ik niet. Tweede is, ik ben daarom ook voor. Ik begrijp wel dat mensen een weerzin hebben tegen de bureaucratie die Europa is. En wat er gebeurt in Europa is, landen onderhandelen met elkaar. Dat die afspraken worden vastgelegd in regels en wetten en die moet de commissie dan handhaven. Dus dat is een bureaucratie. Ja. En dan gaan we volgens aan de landen ook weer klagen over het feit dat er zoveel regels zijn. Maar dat is eigenlijk om die landen niet te laten vechten met elkaar. Nou, ik denk dat Europa inderdaad wantrouwen oproept. Want het is een bureaucratie die leidt wat meer regels en wat mensen niet begrijpen. Dus ik ben zeer voor om dat deel ook weer politieker te maken. Ja, daar ben ik ook heel erg tegen. Ja, maar in ieder geval, ja, dat kan ook. Daar ben je overal tegen, zeg maar. Dus nee. Dan, prima. Nee, maar ik begrijp wel dat er weerzin is, soms weerzin is tegen de Europese bureaucratie. Alleen ik probeer dan ook met mijn boek tot voorstellen te komen om inderdaad dat wat politieker te maken en daardoor ook inzichtelijker te maken. Ik ga naar de andere kant. Ja. Sarah, jij doet al geruime tijd heb je onderzoek gedaan naar de stand van zaken sociaal-democratie in Europa. Ja. Allebei een geweldige podcast, zeg maar even erbij, daarvan terug te horen. En daar, kijkend naar, ik zeg maar even dan toch even oneerbiedig, de teleurgang toch van de sociaal-democratie in Europa. Dat in de gedachte houdend, kijk het nu en luister naar Paul Tang met zijn verhaal voor een beter en ander Europa. Ja, dat is een. Dan kom je bij een hele lastige puzzel uit. Want in het boek staat ook de werkende klasse centraal, de 99%. Iedereen die door loon rond moet komen en dus afhankelijk is van al die multinationals. Maar die werkende klasse is enorm verdeeld in opvattingen. En dan met name ook in opvattingen over Europa, waarbij een gedeelte eurosceptisch is, een ander gedeelte meer Europa wil. Maar het gedeelte dat eurosceptisch is, ook nog eens heel erg verdeeld is in wat er nu precies mis is met Europa. En in hoeverre de Europese integratie teruggedraaid moet worden. Dus daar is geen eenduidige boodschap te geven wie wel te porren is voor dit verhaal en wie niet. Als je echt zegt van meer Europa in de zin van meer supranationale regelgeving in de vorm van belastingen. Dan heb je toch over een vrij cosmopolitisch electoraat dat daar enthousiast van wordt. Hmm. En niet het, de werkende klasse zoals Paul die in zijn boek beschrijft. Mag ik daar iets over zeggen? Wat nee, altijd... maar. Maar als ik daar... Wat je ziet juist, wat me altijd opvalt, is dat mensen heel goed weten wat Europa zou moeten doen. En dus Europa doet niet wat mensen verwachten ervan. Wat mensen mooi vinden aan Europa is dat je er vrij kan reizen. Vrij kan studeren, vrij kan werken. Staat altijd bovenin. Vindt iedereen prachtig. Ja. Daarom is de euro ook zo heel populair. Het scheelt je gewoon gedoe als je naar Italië gaat. Dan kan je gewoon met de euro betalen. Tweede wat mensen volstrekt logisch vinden is als Europa met één stem streekt in het buitenland. Wat mensen volstrekt logisch. Is dat zo? Ja, dus als je kijkt naar de eurobaan. Ja, kijk, er staat ook een keurig plaatje in mijn boek heb ik opgenomen hierover. Als je kijkt naar de eurobaan. Wat mensen volstrekt logisch vinden is als er gezamenlijk klimaatbeleid wordt gevoerd. Want dat is een mondiaal probleem. Wat mensen ook logisch vinden als je gezamenlijk asiel- en migratiebeleid voert. Vinden mensen, want mensen begrijpen dat dit te groot is voor een land alleen. Dus ik ben er niet van overtuigd dat... Wat mijn bezwaar is juist dat Europa helemaal niet doet wat je verwacht dat het doet. Dus Europa is eigenlijk een ingebouwde teleurstelling. Want we voeren geen gezamenlijk buitenlands beleid. We hebben geen gezamenlijk klimaatbeleid, want geen gezamenlijk energiebeleid. We voeren geen gezamenlijk asiel- en migratiebeleid. Dat is juist de ingebakte. Europa doet helemaal niet wat mensen ervan verwachten. Maar dat zijn juist allemaal thema's die relatief weinig met die markt te maken hebben die jij beschrijft. Mee eens. Dat is waar. Maar ik geef gewoon even aan, is dat een elitair standpunt? Nee, dat is geen elitair standpunt. Dit is gezond verstand. Je zei net van dit is niet wat heel erg verdeeld is. Dit vindt juist een grote meerderheid van mensen vindt het volstrekt logisch om te doen. En we doen het niet. En dat komt weer terug op het taboe. Want dan is de vraag, Martin, waarom gebeurt het niet? Als iedereen dat zo zelfsprekend vindt, waarom is het dan toch moeilijk voor de regeringsleden om die bevoegdheden af te dragen? Ik zie het eerlijk gezegd precies andersom. Ik denk
dat voor de grote meerderheid van de Europeanen Europa een statenbond is. Hè, wat het in feite ook is. Dus er wordt samengewerkt, maar de loyaliteit van de meeste Europeanen ligt in de eerste plaats bij hun eigen land. En dat komt door de geschiedenis, maar dat komt ook door verzorgingsarrangementen die nog steeds nationaal geregeld zijn. Dat komt door de pensioenen die nationaal geregeld zijn, maar dat komt ook door de gevoelens die nationaal zijn. En dat betekent, en dat zie je nog steeds aan al die discussies in Brussel, dat inderdaad, als het even kan, al die landen dingen afschuiven die minder prettig zijn op hun buurlanden. Hè? Zoals, vluchtelingen is natuurlijk een heel concreet ding, maar we hebben dat ook bij de euro gezien. Toen ter tijd Griekenland wat eerst de boel bedonderde. En daarna was het zo dat tussen Noord en Zuid een enorme frictie ontstond. Hè, omdat Duitsland en Nederland vanwege de koers van de euro meer eraan verdienen dan de zuidelijke landen. En andersom de ECB vanwege het meerderheidsbeginsel het geld verspreiden waar de zuidelijke landen weer meer voordeel bij hadden. Maar de gevoelens, dat blijkt eruit, naar mijn oordeel, die zijn nog steeds in hoge mate nationaal. En mijn grootste bezwaar tegen jouw idee over meer Europese democratie is meer centralisatie. En ik denk dat heel veel mensen daar niet op zitten te wachten. Nou, daarop aansluitend, we zien dat het euroscepticisme onder Europese bevolkingen begint te stijgen na Maastricht. En dat wordt echt als een kantelpunt gezien waarna burgers veel kritischer worden. En het stijgt onevenredig veel onder burgers met een lager opleidingsniveau. Dus de steun bij de hoger opgeleiden blijft relatief constant, terwijl die lager opgeleiden steeds sceptischer worden, omdat zij gewoon ervan overtuigd zijn dat veel zaken op nationaal niveau geregeld moeten worden. Ja, of omdat men ziet, en dat is mijn verklaring voor een deel, dat de lager opgeleiden of mensen met een zwakke positie in de economie ook ontdekken dat zij juist in de steek gelaten worden en Europa ook heeft bijgedragen aan die globalisering. Dat hebben ze volgens mij goed gezien. Ik bedoel, het feit dat een deel van die globalisering is ook dankzij Europa tot stand gekomen. Mm-hmm. Dus dat is ook, ik vind het wel logisch dat men daar argwaan tegen heeft. Men wordt in de steek gelaten, is dan ook mijn verhaal. Maar toch nog één ding zeggen over. Dat bestrijd ik overigens niet. Hè? Over democratie. Wat ik het leuk vond om uit te zoeken, is als je kijkt naar de culturele verschillen in Europa en in Amerika. Het idee hebben dat Amerika een federale staat. Uit onderzoek blijkt stevast dat de culturele verschillen in Amerika zeker zo groot zijn als in Europa. En als je daar even over nadenkt, ja, een redneck uit Arizona of een rapper uit de Bronx of een nerd in Silicon Valley. Ik bedoel, de verschillen zijn mega. Ze zijn echt mega. Die verschillen nemen in Amerika in de loop van de tijd ook niet af. En toch is men in staat om daar een federale democratie te vormen. Ja, omdat ze sinds 200 jaar Amerikanen zijn. Okay, omdat het er allemaal ingestampt wordt. Omdat ze elke dag zingen Allegiance to the Flag. You name it. Nee, maar dat hebben wij niet. Culturele verschillen komen ook nu steeds meer aan de oppervlakte. Maar, en ondergraven de legitimiteit van het democratische Het idee dat een democratie, want dat betekent dat inderdaad onze democratie misschien wel uit elkaar aan het vallen is. Ik geloof niet dat we cultureel overeen moeten komen. Daarom ben ik ook tegen de ever-closing union. Dat we cultureel allemaal hetzelfde moeten zijn. Integendeel, ik denk dat een democratie juist ervoor zorgt dat je veel van je eigenheid kan bewaren. En dat je toch gezamenlijk tot richting kan geven. Maar waarom is de richting die iedereen die langer dan 6 maanden in Brussel heeft gezeten, waarom is de richting altijd meer centralisatie? Martin, je weet dat ik dat ook niet bepleit heb. Ik ben er juist voor. Ik ben juist voor om het taboe te doorbreken en Europese bevoegdheden te leggen. Zeker als tegenmacht tegen het grootbedrijf. Maar ik vind ook dat Europa bij een aantal zaken zich juist niet moet bemoeien. Mag ik daar even, want dit is wel belangrijk. Ja. Dus de sociale voorzieningen zijn vaak nationaal en lokaal. Vooral zo later. Moet je vooral maar die van ons zijn veel beter dan in Bulgarije. Nee, maar even Martin. Dus ik ben een Bulgaar. Meer. Ik wil evenveel als een Nederlander. Nou, en daarnaast... Ik ben niet heel geloofwaardig over als Bulgaar, maar goed. Ja. Nee, maar daarnaast, kijk, ik bedoel, je bent wel voorstander van meer belastingheffing op Europees niveau. Ja, dat zou Europees geregeld moeten worden, ja.
Ja, maar waar ga je die belastingen dan voor gebruiken? Belastingen dienen meestal in de eerste plaats om een sociaal vangnet in stand te houden. Prima, maar die belasting kan je terug laten gaan naar de landen of laten gaan naar Europa. Maar dat is een andere zaak. De vraag is, durf je het gezamenlijk te regelen? Als je dat niet durft, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Maar dan kan je toch in dit kader even het volgende. In dat trouwinterview, nu citeer ik jou. Ik was echt laaiend toen in Den Haag in die kabinetsperiode, ja. Rutte 2. Kabinetsperiode 6 miljard euro aan bezuinigingen kreeg voorgeschreven door Brussel. Daar is ook mijn terugkeer in de politiek mee verbonden. Ik dacht, misschien moet ik in verzet komen tegen die begrotingsregels. Maar dan moet ik in Brussel zijn. Ja. Maar met alles wat ik u net hoor zeggen, dat is toch een logische consequentie. Waarom werd u daar zo boos over? Nee, dat is helemaal geen logische consequentie. Ik bedoel, je kan hier, dit is wat je ziet, dat Europa, het Europa van toen, heeft bijgedragen aan het terugtreden van de overheid. De overheid werd machteloos verklaard, mocht geen eigenstandig beleid meer voeren. Ja, maar binnen de begrotingsregels. Ja, oké, maar die begrotingsregels op zichzelf zijn gewoon tamelijk dom, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zeggen de Italianen nu ook. Nee, maar dat heeft ons enorme jaren aan groei en hoge werkeloosheid gekost. Dat is wat de gevolg van mij betreft van de begrotingsregels. Ja. Dus, dit is toch meer een economendebat of het verstandig is om te bezuinigen of niet. Hè? Dus, dit is niet specifiek Brussel. Nee, want dit is typisch Europa. Dus wat je ziet is, landen komen tot afspraken. Die worden vastgelegd in regels en die moet de Europese Commissie dan handhaven. Ja. En dit is wat typisch zoals we Europa doen. Dit is geen... Wat doen wij in Nederland? Hoe werkt het in Nederland? Je hebt begrotingsregels. Dat is een politiek akkoord. Dat ligt in het regeerakkoord. Elk regeerakkoord wordt dat afgesproken. Dat is een politiek besluit, of je dat op die manier doet of niet. In Europa is het geen politiek besluit, het is vastgelegd in wet en die moet worden uitgevoerd door de... Nou, we moeten een commissie op toezien dat het wordt uitgevoerd. Dat is een hele andere manier. Het is een politieke beslissing om de begrotingsregels te handhaven. In 2009... Je begint je verhaal met landen komen tot afspraken. Zit het probleem dan niet veel meer daar? Dan in het feit dat het vervolgens de Europese Commissie is die de opdracht heeft te handhaven. Nee, dat zijn de landen die... Daar ben ik volledig met je eens. En dat wordt voor de sociaaldemocratie de komende jaren alleen nog maar een grotere uitdaging. Want bijna alle regeringen in West-Europa kennen straks geen linkse regeringsstelsel. Nee, maar even, dus de statenbond waar Martin het over heeft, is gewoon een machteloos verbond. Laten we even doorredeneren over jouw politieke idee. Hè? Daar gaan we via meerderheden beslissen wat we gaan doen, niet waar? Ja, we krijgen een politieker parlement, we krijgen een politieke commissie. Als je nu ziet de dingen die tot nu toe in Europa bij meerderheid zijn beslist, dat zijn hele ongelukkige beslissingen geweest. Bijvoorbeeld, je had het net over de commissie die had gezegd, nou, we moeten die 160.000 vluchtelingen verdelen verdelen over de lidstaten. Ja. Dat is een van de weinige meerderheidsbeslissingen geweest. Onmiddellijk hebben Polen en Hongarije gezegd, we verdommen het, we doen niet mee. Nou, wij hebben er trouwens ook geen pepernoot van gebakken hier in Nederland. Ja. Wij hebben relatief veel mensen opgenomen. Ja, relatief. Hè? Maar wat je dus ziet is dat mensen, als het meerderheidsbeslissingen zijn, omdat men niet het gevoel heeft dat men één land is, omdat men die solidariteit niet heeft, gewoon aan zijn laars lapt. En volgens mij gaat dat, als je dat met grotere dingen doet, nog tot veel grotere problemen leiden. Dus het is geen oplossing, maar het is een probleem. Ja, ik denk daar toch anders over. Want de meerderheid die jij beschrijft is de meerderheid in landen. Het is geen politieke beslissing geweest, het is een meerderheid van landen. Ik zou heel graag hebben gezien dat het Europees Parlement daar veel meer zeggenschap over had gehad, zodat daar het politieke debat ook was geweest. Zodat inderdaad... Dat politieke debat ook kan leiden tot steun bij de bevolking, wat ook begrip. Maar dat gebeurt niet. Nee, dat gebeurt niet. Bij het Europarlement. Wij kennen Lodewijk Asscher, maar wij kennen Paul Tang niet. Maar dat is volstrekt logisch, want het Europees Parlement is ook inderdaad ingekapseld, omdat veel helemaal niet daar bediscussieerd kan worden, omdat de bevoegdheden beperkt zijn. En omdat het voor de rest wordt besloten in de achterkamers. Natuurlijk kennen mensen de... Maar de wie... Mag ik even een omvraag doen onder de bevolking hier? Wie hebben wij liever als vertegenwoordiger van Nederland in Brussel? Mark Rutte, die voor ons gaat onderhandelen, of Frans Timmermans als lid van de commissie? Wie is voor Timmermans?
Ja, we moeten allemaal, even meenemen wat voor publiek we hier hebben. Mark Rutte. Wie is voor Mark Rutte? Mark Rutte zou worden. Dat zijn de niet-leden. Nou, oké. Okay. Ik weet genoeg. Ik vind een peilingonderzoek van Likmefessie dit. Maar goed. Ja, kijk. Maar ik begrijp je punt. Ik begrijp je punt. In die zin, even. Ik moet zeggen, u als zaal verbaast mij. Ik had proberen een soort schema te maken waarvan ik van tevoren weet dat het nooit lukt. Maar ik had ongeveer al gedacht dat u nu al een vuur en vlam zou staan. Dat u nauwelijks u zich stil kon houden. U bent muisstil. Ik zie een vinger. Heel goed, meneer. Ik kom zo bij u. Ik kom er vast aan. Wij willen nog een paar punten hier behandelen. En daarna bent u echt aan zet. En mag u alles vragen wat u wil. Ik kijk nog even naar jou, want ik zag jou eigenlijk een beweging in je boekje maken. Ja, ja, want je noemde natuurlijk het Europees Parlement moet gewoon meer macht krijgen. Meer politiek zijn ook. Maar hoe moet de Europese democratie er dan uitzien volgens jou om dat te bereiken? We experimenteren nu met spitsenkandidaten. Moeten we naar een Europese lijst? Mij gaat het even niet, mij gaat het niet om een macht voor het Europees Parlement. Ik bepleit ook een dubbelmandaat. Omdat ik denk dat het nationale parlement en het Europese parlement in elkaars verlengde. Het gaat om de democratische controle op de uitvoerende macht. Die kan je niet alleen doen in Brussel, die kan je niet alleen doen in Den Haag. Dan moet je beide plekken doen, die moeten verbonden zijn. Dus ik maak het jullie ook niet te makkelijk. Het is allemaal meer Europa, dat is het dus duidelijk niet. Ik vind zelf dat het Europa van de burgers veel duidelijker kan. Als het wat politiek is, je hebt links en rechts, die zijn het niet met elkaar eens. En als ze iets willen, moeten ze af en toe een compromis sluiten. Dat is wat mensen kennen en wat mensen begrijpen en wat zou kunnen doorgronden. Dat is het nu niet. Het is een ondergrondelijke bureaucratie van regels. Als dit zo doorgaat, is Europa ten dode opgeschreven. Of we hebben die machteloze statenbond van Martin, die niet in staat is om maar één techgigant aan te pakken. Of het is de bureaucratie die onbegrijpelijk en ondergrondelijk is en die geen enkele harten wint. Dus wat is de keuze die we hebben? Maar meneer Tang, u zegt hier, u zet het compromis hier op het schild. Dat is dezelfde man, u namelijk in casu, die zelf zegt, het is beter dat we nooit meer met christendemocraten en liberalen samenwerken. Dus welk compromis verstaat u? Nee, maar dus wat je wil is dat je inderdaad ook in Europa een links of een rechtse signatuur hebt, dat er wat te kiezen is. Ja. Heb je nu iets te kiezen? Kan jij kiezen of je een links dus of een rechtse signatuur hebt? Kan jij kiezen en daarna alsnog de vrijheid van het compromis? Kan jij kiezen tussen een rechtse lijn in Europa of een linkse lijn in Europa? Volgens mij kan dat op dit moment niet. Schappen dat u die vragen mij stelt. Dank daarvoor. Dan krijg ik alleen. Ik moet u zeggen, die Verhofstadt die u verkettert. Ik moet u zeggen, ik gaat niet of ik nou op me wil stemmen. Maar als ik nou één iemand heb zeg, die heeft zich zodanig geprofileerd dat ik in ieder geval een idee heb en een gevoel heb waar hij voor staat en wat hij wil. Dat is zeer uitzonderlijk ten opzichte van al die andere Europarlementariërs. Dat is een gevoel van keuze. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat moet ik Verhofstadt ook nageven. Tegelijkertijd. Dat je ook in die fractie ziet. Nee, maar tegelijkertijd. Kie Verhofstadt maakt inderdaad. Zal ook niet zeggen wat Europa niet doet. Om het een dwarsstraat te noemen. En dat vind ik dus ook het flauwe. Wat Verhofstadt doet, is proberen een land te maken van Europa. Ik denk dat Europa geen land is, om eerlijk te zijn. Maar goed. Oké, nou wil ik even tot slot, want daarna wil ik echt al deze mensen, die zijn namelijk nu heel stil, maar die gaan zo direct helemaal los. Dat kan ik nu al aanvoelen. Toch even het volgende. De concentratie, we hebben het over een aantal banken hebben we het gehad, maar in uw pleidooi heeft u het voornamelijk over die techbedrijven. Die voeren wel de boventoon. Kunt u eens even gewoon stapsgewijs, dat we echt u goed kunnen volgen, even uitleggen wat u met hun van plan bent als u het voor het zeggen krijgt en dit boek inderdaad leidraad wordt voor het Europees Parlement. Hoe gaat het in zijn werk om de uitwas van het groot kapitaal te beteugelen? Ja, nee, voor het begrip waar bestaat de macht op dit moment uit van techgiganten is dat wij produceren elke dag data, gewoon met onze telefoon, Google, Facebook zoeken. En de bedrijven hebben toegang tot onze data. En die gebruiken die om data weer om ons te bestoken. Met advertenties. Ja. Ze weten alles van ons om ons te kunnen manipuleren. Dus de handigste manier om dat te doorbreken is door ze geen unieke toegang meer te geven tot onze data. De data zijn formeel van ons, maar feitelijk van hun. Dus wat we weer moeten doen is die data weer terughalen, zodat wij gaan over wat er met onze data gebeurt. Dus wat ik graag zou willen is bijvoorbeeld data kluizen, zodat we zelf bepalen wie wat met onze data doen. Data kluizen. Data kluizen. Dus jij geeft nu gewoon je data weg. Gewoon voor niks geef je ze aan Google en Facebook. Daar wil je. Dus ik zit niet op Facebook. Dat maakt niet uit. Je wordt gevolgd op Facebook. Kijk, dit is de misvatting. Jij denkt dat je niet gevolgd wordt op Facebook. Maar soms zit alleen op Insta, zit hij. Nee, je wordt alleen maar gevolgd. Je wordt gevolgd op Facebook. Dus dat is één. Dus je moet zorgen dat er geen unieke toegang meer is voor deze bedrijven. De tweede moet je die bedrijven uiteindelijk splitsen. En kijk, Facebook had nooit Instagram en WhatsApp mogen opnemen. Net zoals de zoekmachine van Google
eigenlijk afgesplitst moet worden van alle andere activiteiten. Oké, dat is helder. Dat is helder. Dus u wilt de wet een regel geven voor, zodat ze dus als het om de gebruikers... Mag ik nog één ding zeggen? Want wat mij enorm verbaast is dat dit heeft een enorme impact op ons leven en ook op de jongeren. Dus ik let wel op dat mijn als ik thuis ben, kijk even mijn lieve vrouw aan, als ik thuis ben, dan, dan zorg ik ook voor dat de jongens ook groente eten. Dus ik let op wat ze voorgeschoteld krijgen. Ja, gisteren was het inderdaad snijbonen, klopt. Maar ik weet niet wat ze krijgen voorgeschoteld op YouTube. Of bijvoorbeeld. Dus mijn jongste wordt voor een deel opgevoed via een algoritme. En ik weet niet wat daar gebeurt. En we laten dat gebeuren. Terwijl we weten allemaal dat dit een vrij verslavende werking... Nee, dit heeft een verslavende werking. Ja. Ook op mij en ook op jongeren. En we laten dat gewoon toestaan. We staan dit toe. De vraag was even, wat gaat u concreet doen? Dus ik hoor uw analyse aan. Dus u gezegd, er moet wet en regelgeving komen... zodat dus deze grote bedrijven, die data... Dus dat je met wet en regelgeving wilt u het aanpakken. Dus die bedrijven moeten anders gaan opereren... met hun klanten in Europa dan op andere plekken in de wereld. Ja. Hebben we die gehad? Nou gaat het even om het belasten van deze grote jongens. Ja. Hoe gaat u dat doen? Dat is niet zo heel ingewikkeld. Er zijn nu twee voorstellen en die kunnen alle twee. Het voorstel wat nu wordt bediscussieerd... zorgt dat de advertentieinkomsten van die bedrijven belast worden. Dat is namelijk eenvoudig. Maar het is een vrij lelijke methode... want eigenlijk wil je winst belasten en niet inkomsten. Dus het alternatief is om te zorgen dat deze bedrijven kunnen doen... alsof ze niet aanwezig zijn in Duitsland, in Frankrijk en Nederland. Hey, Google is gewoon niet aanwezig in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Hoeft hij dus ook geen belasting betalen. Nee. Mag dus kiezen waar ze belasting betalen. Ja. En dus dat doen ze dan via Ierland. En vanuit Ierland gaat het dan weer door naar... Bij Google is dat Bermuda, geloof ik. Dan verdwijnt het ook echt. Dus zorg ervoor dat ze gewoon hier ook belasting moeten betalen. Dus zij maken hier winst. U geeft in één zin aan dat ze zelf kunnen kiezen waar ze belasting gaan betalen. Ja. Dat zal, als uw plan een beetje doorzetten... waarschijnlijk dan niet in Europa de behoefte zijn om dat nog te gaan betalen. En dan? Nee, ze moeten dus juist zorgen dat ze in Nederland, Duitsland en Frankrijk... gewoon belasting gaan betalen. Maar als ze de keuze hebben om het ook ergens anders te betalen... Nee, waarom zouden ze in het vermaledijde Europa gaan zitten? Die keuze hebben ze dan niet meer. Omdat wij hier zitten. Het is heel eenvoudig. Google kan alleen maar geld verdienen. Facebook kan alleen maar geld verdienen via ons. Dus zonder ons lukt het niet. Dus maar probeer toch even de opmerking van Obama nog. Die heeft zich ooit teruggemaakt over Starbucks. Wat een 100% Amerikaans bedrijf is, maar wat hier in Nederland zijn belasting betaalt. Daar maakt hij zich druk over. Ja, terecht. Niet in Amerika. Ja, dat hebben we hier lekker gehuisvest. Dan romen we hier een beetje afbelasting binnen. Maar dus even simpel gezegd. Die bedrijven die u nu graag op deze manier... qua reclameinkomsten of andere manieren wil belasten. Hoeveel ruimte hebben ze om onder deze druk vandaan te komen? Nou ja, als je het goed regelt, hebben zij geen... Kijk, zij kunnen alleen maar winst maken... Als ze ook verkopen. Dus je moet zorgen dat het land waar ze verkopen... dat ze daar ook belasting gaan betalen. Over hun winst. Dat is eigenlijk tamelijk eenvoudig. Dat doen we nu niet. Maar het is heel eenvoudig, maar we doen het niet. Ik had in de aanloop naar vanmiddag... heb ik daar een vriend van die is dan fiscalist... die zei, ja, ik begrijp Paul Tang wel... maar die zei, op dit moment is de structuur wereldwijd zodanig nog... dat er zoveel ruimte is om heel Europa te ontlopen voor wat... Nee, nu nog wel. Ja. Hey, maar kijk, onze winst... U stelt iets voor wat technisch gezien nu nog niet haalbaar is. Het is uitstekend haalbaar, alleen het principe is achterhaald. Het principe komt uit begin vorige eeuw. En het was uit de tijd dat Philips nog in Eindhoven zat en gloeilampen maakte. Ja, dat werkt dus niet meer. Dus we moeten echt naar de 21ste eeuw toe. Ik ga de suggestie oppakken van de heer Sommer. Ja. Dames en heren, de zaal. Wie mag hier? Deze meneer stak als eerste. En als u voor de rest ook nog vragen heeft, dan hoor ik het graag. Kom even staan meteen. Goedenavond, met wie het genoegen? Nijpal uit Woerden. Meneer, als het gaat om Europees beleid, EU... welk cijfer zou u de pers willen geven? De pers? De pers die daarover bericht, schrijft. Eerlijk, ik vraag het aan Paul en niet aan de politicus. Ik vind dat een heel gevaarlijk... Ik verwacht twee verschillende antwoorden, begrijp ik. Ik vind het heel gevaarlijk als politici pers een cijfer gaan geven. Hoor. Doen we toch niet, Martin? Nee, doen we niet. Ik vind dat heel gevaarlijk. Nou. Kijk, even, mag ik hem iets anders zeggen? Ja. Er is niet zoveel aandacht voor de media, voor Brussel of voor het Europese parlement. Ja. En voor een deel is dat ook goed te begrijpen, zolang het niet een politieke democratie is, maar een bureaucratie. Dan is het ook wel goed te begrijpen dat media denken... ook dit is voor mijn kijker, mijn lezer, veel te ingewikkeld. Nou, het punt is namelijk, ik denk toch dat een deel van de kritiek die er is op Europa... de zaken die Europees geregeld zijn, voortvloeien uit de wijze waarop er bericht wordt.
daarover. En dan, ik bedoel, journalisten... Moet u even onderbreken. Ik denk dat zijn grootste probleem is dat hij graag zou zien dat er in Nederland veel meer wordt geschreven wordt, Europees parlement. Precies. Nou ja, goed. En evenwichtiger. Want zo wordt de mening van het publiek gevolgd, die anti-Europese sentimenten. Punt is helder. Ik ga die voorleggen. Dus even gewoon überhaupt de media-aandacht van het reilen en zeilen in Brussel. Ja, ik denk dat als je dat wil, en dat wil ik uiteindelijk voor aandacht daarvoor, dan betekent dat je Europa politieker en democratischer moet maken. Okay. Dat is de enige manier om daar... dus dit is altijd weer bezwaar. Ja, maar het is niet doen we die overdracht. Maar die overdracht gaat dat ook weer veranderen. En dus de debat wordt politieker en de democratie wordt internationaler. Dank. Ja, kijk eens, nou, er schiet de hele zaal in de lucht. Kijk daar. Goedenavond, meneer. Ik hou vast voor u. Wolter Blankert van het blad voor Maatschappij en Politiek. Ik heb eigenlijk verschillende vragen aan u. Doe er eentje, de belangrijkste. Ik heb nu de microfoon, dus daar moet ik natuurlijk gebruik van maken. Maar in uw boek loopt het wel eens over de naam Macron, maar ik heb hem vanavond niet gehoord. En als dus de meneer naast u dit stelt van, ja, je kunt het niet verkopen, meer centralisatie. De euroscepticisme in Frankrijk was veel groter dan in Nederland. Hij heeft kans gezien door een overtuigende campagne dat om te buigen door met een zeer pro-Europese campagne de verkiezingen te winnen. Bijna met veel standpunten die overeenkomen met de door u verguisde Verhofstadt. En dus luidt de vraag? En waarom is de PvdA zo laf dat ze dat niet durven over te nemen en er gewoon vol voor te gaan? Even, dat moet toch even voor de duidelijkheid. Nee, op het hoogtepunt stoppen en dat hadden we net te pakken. Dat was dit moment. Vraag is voorkomen helder, komt hij aan? Nee, omdat ik denk dat wat Macron goed doet, en hij wordt wel in het boek geciteerd, hij roept namelijk op Europa te verdedigen. En dat, met die oproep onderschrijf ik juist ook. Alleen wat je ziet wat Macron doet, is hij zoekt altijd een strijd op met Le Pen. En hij sluit daarbij de aanhangers van Le Pen uit. Dus hij zal uiteindelijk alleen maar de verdeeldheid vergroten in Frankrijk. Dat is mijn bezwaar tegen Macron. Wat ik ga opzoeken, wat ik graag zie, is een verhaal dat verbindt. En niet dat verdeeld. En Macron is... Je moet niet denken, je moet verkiezingen winnen. Nee, prima. Maar Macron is uiteindelijk aan het verdelen. Die verdeelt uiteindelijk. En hij heeft het goed gedaan in die campagne. Maar je ziet nu ook dat Frankrijk daarmee nog niet veranderd is. En dat de Le Pen-aanhangers nog steeds misschien wel cynischer zijn dan ooit tevoren. Dus welke kant gaat Frankrijk dan op? De opdracht die wij als traditionele partijen hebben is om weer populairder te worden en daar wat die manier van de populisten te winnen. En ik zie Macron dat absoluut niet doen. Meneer Tang, even nog heel even aanvullend op uw vraag, met uw welvinden meneer, is het nieuws dat Angela Merkel heeft gezegd, ik ga in fases terugtreden en dus begon te melden dat ze dus partijvoorzitterschap naast haar neerlegt. Is dat een gamechanger voor u met alles wat u vanavond ook verteld heeft? Of ook Nee, ik denk eerlijk gezegd dat dit, wat dat laat zien is dat deze coalitie al wel op zijn laatste benen loopt, om eerlijk te zijn, in Duitsland. De Statenbond in Europa niet makkelijker maken, zeg maar. Dank. Nu ben ik bij deze meneer en daarna kom bij u. Dag meneer. Ik zit een beetje met het punt, ik zit hier te luisteren en dan hoor ik ideologisch dingen die aansluiten bij allerlei discussies die gevoerd worden. En als het er vervolgens wordt gerefereerd naar democratie die moet veranderen, mensen die dingen moeten durven. En dan denk ik gewoon van waar hebben we het in godsnaam over? Als ik mijn rondjes maak op de overdekte wielenbaan met oude taxichauffeurs en dergelijke, dan zeggen ze waarom houden ze niet op met dat circus van dat verplaatsen van Europa, van Brussel naar Straatsburg en dergelijke. Dan zie je dat een heel ander niveau van discussie, die op een gegeven moment meer aansluit bij het idee dat wij zijn Nederlanders. Dat neem ik niet voor mijn verantwoordelijkheid, maar dat zijn die taxichauffeurs. Je rijdt alleen rondjes met ze, begrijp ik, op die wielenbaan. Ik begrijp het. Ja. Nee, maar goed, maar dat refereren naar bevolkingsgroepen, dan vervolgens moet het weer anders. Ik heb het idee dat discussieniveaus ontzettend door elkaar lopen. En dat het dus eigenlijk de ideologie goed is. Maar als het op uitwerking aankomt, vind ik het echt een hele grote mist. Ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, ik denk dat dit ook voor een deel... Deelt u deze analyse te vragen? Ja, precies. Deel is het natuurlijk ook een deel voor een deel deze discussie die wat heen en weer gaat. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat als je met taxichauffeurs hebt, moet je eens gewoon beginnen over Uber. En als je het hebt over Uber, dan heb je het ook weer toch over het grootkapitaal. Dat is een beetje hoe je dat gesprek voert. Dus ik begrijp dat... Dus... Nee, even te voeren.
Hoezo, er valt geen discussie te voeren? Ik refereer naar mensen die gewoon dat soort discussies helemaal niet voeren. Ach, en als je erover begint, dan krijg ik kwaaier gezin, want ik probeer het nog wel eens een keertje. Maar even voor de helderheid, ik moet toch, ik ga even nu in de lijn van Paul Tang. U fietst een rondje op een wielenbaan met taxichauffeurs. En dan zou je zeggen, het onderwerp Uber zou die mensen op die wielenbaan ook kunnen interesseren. En dan geeft meneer Paul Tang aan, dat is nou typisch iets. De uitwassen van zo'n Uber kunnen we Europees regelen. Dus daarmee is ook het antwoord gegeven wat mogelijk een goed gesprek op de wielenbaan zou kunnen zijn. Ja. Dan veronderstel je weer dat je daar een niveau hebt waar je dit soort discussies kunt voeren. Maar niet dat ik nou de woordvoerder van Paul Tang ben. Hij geeft een heel concreet voorbeeld wat direct aansluit op uw collega's op de wielenbaan. Dus niks mistigs aan. Nee, ik vind dat hij dan precies hetzelfde doet, refereren naar een groep en hoe zij over dingen discussiëren waarvan ik weet, want hij fietst niet mee, hoe op een gegeven moment mensen daarmee omgaan. En dat is echt heel anders. Heel anders. Dat is genoteerd. Ik hou hem vast voor u. Ik zie u grijp graag een handje deze kant op komen, maar dat gaan we niet doen. Ik geef u wel eens een hand. Dag meneer. Wie bent u en wat is uw vraag? Een korte, daar komt hij aan. Ja, centraal in de hele discussie vanavond staat voor mij het begrip cultuur. En eigenlijk het gebrek aan begrip van het concept cultuur. Wordt het niet eens tijd dat we in Europa op de middelbare school culturele antropologie als hoofdvak gaan invoeren? En dat we dat Europees regelt. Iedereen. Mag ik daar? Ik vind op zich wel. Ik zie juist een enorme culturele diversiteit. Dat zie ik al in Nederland en dat zie ik al in Europa. Wat dus een deel van mij een boek schreef was ook juist een zoektocht. Wat hebben we dan wel gemeenschappelijk in Europa? Ondanks al die verschillen, en die zijn enorm. En ik kom juist tot de ontdekking dat veel van de idealen waarvoor wij staan juist terug te vinden zijn in Europa. En ik vat ze altijd samen als de vrijheid van democratie en meningsuiting, gelijkheid voor de wet, die ons moet behoeden voor uitbuiting en discriminatie, en de broederschap van de verzorgingsstaat. Dat is wat we gemeenschappelijk hebben in Europa en wat we ook nergens ter wereld zullen vinden. En dat is voor mij de basis van Europa. Dat is dus niet per se in een cultuur, maar wel in gedeelde idealen die we hier ook in de praktijk brengen. Nee, ik ga. Uw punt is gemaakt. Dank daarvoor. Ik kijk weer de zaal rond. Is het, ja, dat zal je natuurlijk zien. Dat zal je zien. Mooi dat ik hem niet afgeef. Ik kom buitenlangs. Ja. Dag meneer. Goedemiddag, avond. Wie bent u? Ik ben Pim. Ik heb een vraag aan de heer Sommer of hij ook een goed idee in het boek gelezen heeft. Ik wilde helemaal niet de indruk wekken dat het zo'n slecht boek was. Maar omdat misschien mislukt het beeld dat wat hier daar blijven hangen is om dat te corrigeren. Nee, ik wil het best corrigeren, want kijk, dit was mijn rol hier vanavond. Ik ben de beste vriend van Paul Tang. En ik wil ook zeggen dat wat betreft dat groot kapitaal, dat deel ik voor een belangrijk deel, de ideeën van Paul Tang erover. Alleen ik deel zijn radicale oplossing niet. Die vind ik heel slecht. Ja, goed. Toch nog negatief rijden. Nee, nee, ja. ik ga het gewoon doen. Al die dames zien met allemaal extreem lange benen, maar dat is helemaal niet. Dat maakt niks. Ja, dag meneer, kom staan. Wie bent u en wat is uw vraag? Ik ben William. Ik vond het een heel inspirerend verhaal, dat ten eerste. Mijn vraag is, dit ging heel erg over de verandering van de Europese Unie. Wat kunnen kiezers voor de verkiezingen en na de verkiezing doen als ze zich herkennen in dit verhaal? Weet ik wel. Ja. Oh, Martin weet het antwoord, gek genoeg. Martin, doe even. Stem op Paul Tang. Nu wil ik eigenlijk wel een biertje. Mag dat? Ja. We gaan bijna naar het biertje. Ja. Mag ik gewoon één ding zeggen daarop? Want een van de redenen, één mooie is dat je kan altijd lid worden van de Datavakbond. Die zijn op zoek naar leden en ook naar vrijwilligers. En dan kan je ook helpen om een vuist te maken tegen techgiganten. De agenda die ik net aan Lodewijk heb gepresenteerd, de 99 versus de 1%. Daar staan voorbeelden in hoe wij als sociaaldemocraten die strijd tegen het grote geld en de big data kunnen voeren. Maar ik wil heel graag juist met meer mensen daar gaan werken om te kijken of we daar betere ideeën hebben die Martin misschien dan nog wel kunnen overtuigen. Want dat zou wel de grote opdracht zijn. Het is inmiddels 3:03. Dat betekent dat we de laatste set vragen gaan. Hier was iemand heel snel erbij. Is er nog iemand? Nee? Dan bent u de laatste vraag. Dat is een hele belangrijke vraag. Voelt u die druk ook op de schouders? Kom staan. Kom staan. Met wie hebben we het genoegen? Met Erik. Ik heb even een vraagje, want ik zie heel veel focus op de techgiganten. Ik vind heel veel van de welvaart die we tegenwoordig hebben, hebben we juist dankzij hoeveel techniek wat is ontwikkeld door deze techgiganten en beschikbaar gesteld.
Anderzijds hebben we ook hedge funds die farmaceutische bedrijven opkopen met patenten. Die medicijnen van de markt halen, kleine aanpassingen doen en het met een factor 3000 in prijzen verhogen. En daar hoor ik eigenlijk heel weinig over, terwijl dat iets is waarvan ik denk... Gaat er die ook in eigenlijk als erger en kwalijker dan de techbedrijven, zoals vaak besproken vanavond? Ja, absoluut. Want als je kijkt naar een Microsoft, Bill Gates, die heeft de rijkste stichting qua ontwikkelingshulp en medisch, zeg maar, de rijkste stichting voor weldadigheid. Die heeft ontzettend veel goeds gedaan. Die heeft zelfs in een bepaald jaar meer geld uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking dan de VN bij elkaar. Dus die eigenaren doen ook ontzettend veel goede dingen. En dat zie ik die eigenaren van de hedge funds bijvoorbeeld weer niet doen. Dank u wel, meneer Tang. Ja, als het gaat even over Caritas, ik vind eigenlijk dat we democratisch moeten besluiten wat we met die gelden gaan doen. En dat het niet Bill Gates is of George Soros of wie dan ook wie bepaalt wat we ermee gaan doen. Ik denk dat zij hebben het geld, zeg maar, van ons gestolen en mogen nu zelf bepalen hoe zij het gaan uitgeven. Dus ben ik ietsje... Maar het punt van pharma heb ik heb het wel in het terzijde genoemd, maar ik vind het zeer terecht punt. Want daar zie je ook een concentratie van macht die ertoe leidt dat medicijnen belachelijk, soms belachelijk duur zijn. Weesmedicijnen als mee bij uitstek als voorbeeld. Onbegrijpelijk, op dit moment geen enkele tegenmacht. En zij kunnen op dit moment hun gang gaan. Juist daar moet je inbreken. Mij gaat het steeds dat je tegenover de onmacht van de politiek en de macht van het geld de Europa als tegenmacht zet. Dat vind ik nou een geweldig mooie zin om deze avond af te sluiten. Dames en heren, schrijver van het boek, Koper, Martin Sommer, Sarah de Lange, dank jullie wel. €19,95 bij de uitgang te krijgen en hij gaat hem signeren. En dames en heren, het belangrijkste gedeelte van zijn avond vindt altijd plaats zo direct aan de bar. Daar gaan we nog een biertje drinken. Dank voor de aandacht.